Meneer Guido Eggermond, u bent voorzitter van... De Sociëteit tot Nut en Vermaak. De Sociëteit tot Nut en Vermaak. Tot wiens nut en tot wiens vermaak? De Sociëteit tot Nut en Vermaak is een herensociëteit. En die is 200 jaar geleden opgericht met twee doelstellingen. Eén doelstelling was voor heren een ontmoetingsplaats te creëren... waar ze over van alles nog wat konden praten... waar ze onder elkaar een glas konden drinken... en wat in principe niet toegankelijk was voor anderen. Voor vrouwen dus? Bijvoorbeeld voor vrouwen. Maar alleen dus voor de eigen leden. Het tweede doelstelling van de vereniging was... om het culturele leven in Almelo te bevorderen... door zalen beschikbaar te stellen voor toneelvoorstellingen... voor koren, voor muziekgezelschappen, voor lezingen... om ter lering van de burgers in Almelo om daar iets voor te kunnen betekenen. Het is verheugend om te kunnen zien dat we dat al die 200 jaar serieus gedaan hebben. We hebben daar op een gegeven moment zelfs een heel gebouw voor gebouwd. Om beneden als heren onder elkaar... die beroemde gesprekken en dat glas te kunnen heffen. Terwijl de hele bovenverdieping zalen besloeg waar mensen toneelstukken konden bezoeken of vergaderingen konden houden. Er is zelfs een korte tijd een bioscoop geweest in ons gebouw. Ja. Toen de Schouwburg heel erg verliesgevend werd en de gemeente dat eigenlijk niet meer kon betalen, toen is dat opgegaan in het nieuwe theaterhotel, waar de Schouwburg nog steeds ingevestigd is en waar de sociëteit, die altijd beneden zijn vergaderingen had, nu op de vijfde verdieping een ruimte heeft gekregen, vergelijkbaar qua grootte. En wij hebben dus eigenlijk meegewerkt om het mogelijk te maken dat Almelo nog steeds een schouwburg heeft. Dat de herensociëteit nog steeds een plaats heeft waar ze kunnen ontmoeten. En waar het theaterhotel er ook voor zorgt dat die stimulans voor cultuur in Almelo plaatsvindt onder hun leiding. In de Schouwburg. Wat we als herensociëteit nog wel heel veel doen, is dat we nogal veel leden hebben die een rol spelen in besturen van culturele instellingen of van instellingen tot nut van het algemeen in Almelo en in Twente. Dus indirect dragen we als vereniging daar ook zeker nog ons steentje bij, maar zo direct als het vroeger was. Dat wij de Schouwburg beheerden, nee, dat doen we niet meer. Nu is het een mooi netwerk geworden. Ja, ja, ja. Nou, en u bent toch vereerd, hè, vandaag? Ja, we zijn buitengewoon trots natuurlijk en verheugd. Het is natuurlijk sowieso prachtig om te zijn bij een vereniging die 200 jaar bestaat. En dat de burgemeester ons kwam verblijden met en de erepenning van de stad en de koninklijke penning... Dat stemt tot hele grote tevredenheid en trots. Nou, we kwamen via Facebook en andere social media kwamen met elkaar weer in contact. Ik met de jockey van Weleer, Jackie noemen we hem altijd. En aan de hand daarvan kwamen we op een gegeven moment zoiets van... leuk, we gaan eens een keer een reunie organiseren. Nou, helemaal enthousiast natuurlijk. Nou, daar kwamen bij Paul en Wiebe. En zo zijn we daar dus nu mee begonnen. Nou, eigenlijk afgelopen zomer al, toen werd ik door Paul benaderd van... God, Wiebe, we gaan een reunie organiseren. En heb je nog oude foto's van Bier en Bier? Want hij wist dat ik achter de bar had gestaan. Ik zei, nou, ik zal eens kijken, maar geloof het niet. Want in die tijd liep je niet met een digitale camera rond, natuurlijk 40 jaar terug. En vanaf dat moment ben ik erbij betrokken. En eerst was de locatie ergens anders. En toen zei ik, jongen, waarom doe je het niet in de businessclub van Heracles? Ja, je krijgt allemaal mensen die wat ouder zijn. Die willen niet alleen op de dansvloer staan, maar die willen ook lekker in een loungebar kunnen hangen met elkaar. Bijpraten wat ze gedaan hebben in hun leven. Nou, daarom vonden wij deze locatie eigenlijk een perfecte locatie. En hier zijn we op doorgeborduurd. Zo ben ik erbij gekomen. En welke muziek wordt er vooral gedraaid? Onder andere de Beatles. Maar kan jij ook nog wat specifieker daarin zijn?
Jawel. Kijk, als je gaat kijken, wat werd er veel gedraaid in die jaren 70, 80? Dat was natuurlijk de Tramps, Casey and the Sunshine Band. Allemaal van dat soort muziek. De dansmuziek, de discomuziek uit de jaren 70, 80. En ik weet dat er een heel groot schade mensen is die dat gewoon hartstikke leuk vinden. Dus ook al kwam je niet in B&B en hield je toch van uitgaan, of hou je nog steeds van uitgaan in die muziek, dan is dit ook al een leuke avond. Het is dus een reunie, maar voor de mensen die er niet kwamen is het ook een leuke avond om gewoon naartoe te gaan om weer geconfronteerd te worden met muziek uit die tijd. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Er zijn zoveel relaties ontstaan binnen B&B, The Duke, noem ze allemaal maar op. Ik heb mijn vrouw daar ook leren kennen. Dus je spreekt zoveel mensen die met warme gevoelens terugdenken aan die tijd. En ja, daar hebben ze het basis van hun leven, hebben ze in principe daar opgebouwd met een relatie. En ja, die mensen zul je ook heel veel terugzien op vanavond. We zijn trouwens niet samen getrouwd hoor. Dit is, dat is niet mijn vrouw. Het wordt ook niet mijn vrouw, want ik ben heel gelukkig met mijn eigen. Nou, dat moet zo houden. Ja, ik weet dat de mensen uit Engeland komen, ik weet dat de mensen uit Duitsland komen. Die hebben allemaal al aangegeven, die hebben de reis al geboekt. Ja, wat dat betreft, er is nogmaals heel veel animo voor om hier een succesvolle avond van te maken. En vooral oude herinneringen op te halen. Maar nogmaals, iemand die gewoon lekker wil dansen op muziek van die jaren, van harte welkom, want dat is ook geweldig. En die doet ook voor veel bekenden op hier. Ik denk het wel. En helemaal als je Almelo bent natuurlijk. Dan, we hopen dat er heel veel mensen komen. Zo is het. Janine Schipper is een kunstenaar die gefascineerd is door geometrische vormen. Driehoeken, cirkels en rechthoeken worden vaak gebruikt als een startpunt om verschillende composities te onderzoeken. Het is heel leuk hier. Ik heb een voorstel geschreven voor het kunsttorentje. En die is uitgekozen. Het is al meer dan een jaar geleden, denk ik. Zelfs anderhalf jaar geleden. Dus het voorstel wat ik heb geschreven is ook niet meer precies wat het nu is geworden. Want dat verandert natuurlijk in de loop van de jaren. Dus ja, we gingen, ik denk dat ik begin januari echt lekker aan de slag ben gegaan met het werk. En nu hangt het er. Dit werk is geïnspireerd op het torentje zelf. Dus de binnenmaat van de toren is 3x5. En de doeken zijn ook allemaal met deze maat gemaakt. Dus elk doek heeft de verhouding 3x5. En aan de andere kant is het horizontaal en deze zijn verticaal. Wat mij ook erg inspireert is, nou, de historie vind ik altijd heel erg boeiend van, van de plek. En de architectuur. Dus daar baseer ik heel vaak een werk op. Ja. Doen. Ik ben niet heel erg geïnteresseerd in het menselijke figuur. En daardoor juist meer in het geometrische en abstracte figuur. Ook rondjes dus? Ja, zeker. Ook rondjes, ja. Ja. En wat ik heel interessant vind, als je een vorm neemt die iedereen al kent, dan is dat heel herkenbaar. Maar dan zie je dus ook vaak waarvan het gemaakt is. En dat vind ik heel interessant in een werk. Hoe is het gemaakt? Waar is het van gemaakt? Hoe kun je laten zien waar het van gemaakt is? En kun je ook iets anders ermee dan je normaal bedacht hebt eigenlijk. In november heb ik voor een talenten award in Eindhoven heb ik een werk van koperdraad gemaakt. En het onderwerp was ook licht. En ik heb daar de architectuur van de zaal waar we in zaten, was een theaterzaal. En die hebben altijd een lichtplan. En dat betekent dat in het plafond zit een bepaald plan. En er zitten alle lichten in een bepaalde vorm geprogrammeerd. En dat heb ik als uitgangspunt genomen. En daar met die verschillende vormen, die ook weer abstract waren, heb ik ze allemaal omwikkeld met koperdraad. Dus ik ben heel lang bezig geweest. Ja. Maar uiteindelijk is het heel mooi geworden. Het is goed uitgelicht en het beweegt een beetje als je er langs loopt. Dus ik was er heel blij mee. In 2011 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar ik ben in 2012 afgestudeerd van het Sandberg Instituut als Master of Fine Art, heet dat dan. Dus sindsdien ben ik eigenlijk professioneel kunstenaar. Ik wil graag in het buitenland exposeren. Dus dat zijn nu een beetje mijn plannen en ik wil me daarop gaan richten. Gewoon om te kijken, is er markt voor en hoe werkt dat eigenlijk? Want ik ken eigenlijk alleen maar dingen in Nederland. En misschien is het
een leuke verbreding en een leuke stap om te doen. En ook, het is heel leuk om naar andere plaatsen te gaan en om te kijken hoe mensen met cultuur omgaan. Almelo, you're my town. Ik hoop dat het ooit een hit wordt. Voor Jove hoor, van die van mij. Ik zing het namens Joop Schepers, dames en heren. En, voordat ik voor leugenaar word uitgemaakt. U kent allemaal de woorden van John F. Kennedy. Die zei, ik ben een Berliner. Nou, ik ben een Almeloer. Vandaag. This town and felt so content, although my parents had not a cent. Almelo, you are my town. Well, I did not like school, many a rule, but I was smart and nobody's fool. Almelo, you are my town. I love your castle, woods and meadows, and the Craven Alley. Across the city, brooks are whining for us every day. Like the lonely, the people may seem a little bit shy. Deep inside, a lot of them cry. Almelo, you are my town, you're my town. Nou, daar zit je dan. Drie hoog achter. Je bent even weggelopen of je woont op kamers. Je bent even bij je man of vrouw vandaan omdat je even tot de rust moet komen. Maar ja, je hebt een heel klein keukentje en je hebt alleen maar een kookplaat en een magnetron. En dan heb je ook nog ergens een broodrooster opgescharreld. Maar je kunt best wel iets lekkers op tafel zetten. En dat ga ik jullie laten zien. Wat witte boterhammen, die kunnen beter in de broodrooster, want die grote die moet je erin proppen. En deze passen er precies in, dus je moet even kijken naar een beetje vierkante witte boterhammen. Dat gaat wat makkelijker. Heerlijke champignons, die gaan we bakken op het kleine kookplaatje. Sla, tomaten en een heel klein zuinig flesje wijn. Twee glazen zitten erin, maar dat is genoeg.
Anders ga je toch maar suipen, omdat je je zo eenzaam voelt. En dat moeten we niet hebben. We moeten onszelf redden. Een beetje slasaus erbij. Zout en peper. Bakboter. Moet er ook bij. Ook een citroen. Kijk, en als je gewoon een citroen haalt, ja, en je gebruikt hem maar één keer in de week, ja, dan ga je de helft gebruiken en dan kan je de helft weggooien. Dus we kopen gewoon zo'n klein plastic dingetje en daar doe je gewoon een paar druppeltjes van in. Goedkoper en net zo lekker. Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant moi j'en connais un. Oh, qu'il est vilain. Si pour longtemps l'on se souvient du frisson. En dan haal je de buurman erbij, want ja, alleen eten is natuurlijk niet leuk en vooral niet op een achterkamertje. Dus ik zou zeggen, buurman, tas toe. Ja, dat zal ik doen. Is het te vreten? Heerlijk. Ik ben blij dat het lekker is. Nou, dan zou ik maar proosten, hè? Ja, proost. Proost. Vertel eens iets over het ras van de schurp. Het ras wat we voor dit werk, voor dit beheer inzet, dat is een heideschaap. En wie heb keuzen voor de schone beker? Heideschaap is een Drents heideschaap, maar die had Drenthe of Overijssel. Vroeger kent ze geen grenzen, dus die kwam ook wel in delen van Overijssel. Ja. En ze zei zelfs wat dat er nog invloeden van Bentheimer schaap in zit. En ook misschien nog wel van andere heide schaapsoorten. Maar dit is een heideschaap die eigenlijk zich de koortvuur, maar die heeft altijd voor zich moeten rennen met wat hier staat, dus met schraal spul. Met mineraalarm vegetatie. En daar doen ze het ook goed op. Dus zoek ze op een, zeg maar een boerenweide zetten, die is al heel gauw te rijk.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.